Paul heeft geen broek aan. Nee. Hij is wel geel. Yo mensen, we hebben een primeur, we gaan eindelijk voetballen. Men's not cold. Men's never cold. She says put on your jacket, I said men's not hot. Wat gingen we doen? Engels 10e, 16e, Spaanse, dieste. Die tyfus leeuw van Kodo Oranje. We gaan 10e. Wie gaat het even uitleggen? Mensen, we gaan dezelfde challenge doen als ooit is gedaan voor onze kanaal. De 50k special. Als je de 50k, die is echt 400.000. Ja joh, echt hoor. Veel mensen noemen het Engels 10e, sommige mensen noemen het 16e. 16e. Of Spaans dieste. Spaans dieste, ja, dieste. Het werkt als volgt. En nu zien we een mooi overshotje van een voetbalveld. Het werkt als volgt. Iedereen begint met 10 punten, behalve de keeper, die krijgt 11 punten. Er moet vanuit de 16 gescoord worden en als dit lukt, gaat er 1 punt bij de keeper af. Als de keeper het schot stopt of de bal bepaald op lat komt, mag de schutter proberen te scoren uit de rebound. Tijdens het hele spel mag de bal maar 1 keer achter elkaar door dezelfde persoon geraakt worden en de bal mag niet stil liggen. Na afloop moet de persoon met de minste punten kontje staan. Oké, Milo, jij zei dat je voor 13 doel wilde. Voor 13 doel. 12, toen zei ik 11. Ik zei maar geen 12, dit is scripted, dit is nep. Kut, weet die ING. Dit is een misverstand. Oh nee, wacht, dat kunnen we niet meer doen. Mensen kunnen even een klein duimpje omhoog doen. Het hoeft niet groot te zijn, ik vraag niet veel van je. Maar gewoon even een klein likeje, that's all. Voor de continuïteit vertel ik het eventjes. Ik draai hem iets. Ja, hij loopt ook niet binnen de 16, hè? Nee! En zelf die punt ook bijhouden. Zelf die punt bijhouden, eerlijk. Matthijs, doe het. Oh! Slecht! Jongens, ik moet echt nodig schijten. Dus ik wil snel klaar zijn. Boom! Doe maar terug. Oh, rond nog! Oh! Rebound! Nee! Mijn papa die gaat erover heen! Nee! Wat een zeven, man! Wat een zeven, joh! Matty! Ja! Yes! 9 op papa! Oh, hij is hier echt een topscorer! Yes! We scoren bij Kieren. Wat lekker Kieren. Dat was een weg, man. Ik denk dat ik klopt. Hij moet niet stil liggen. Ja, dit is goed. Dit is goed. Ik kan een keer even inzien, man. Lekker man, top scoren. Dit is nog zo. Ik heb maar 2 keer erin gepraat. Daar is hem op. Ja! Oh ja! Waar is hij? Mensen, we hebben de camera iets verzet. Ja, moet je altijd zeggen. Nog betere Engels. Moet je altijd zeggen, anders is de continuïteit. De continuïteit. Denken mensen, wat de fuck is dat? Hoe is het anders shot? Maar het is gewoon logisch, maar het is gewoon loos. Dan is het, hey joh! Hoppa! Ja! Lul! Ja, dit is eigenlijk, dit hebben we niet gezegd. Min 20! Nee, min 1. Halen is dit gewoon. Dit is gewoon halen, Ik kan die bal niet pakken. Is dit alleen halen? Het is gewoon halen. Ah, het is gewoon halen. Snel, 10 seconden. 9, 30. Ik kan nu ook die bal pakken. Doorgaan. Ik heb, dus ik heb dus laatste piemel van Mike gezien. Echt? Ik voel me echt nog steeds misselijk. Wat dan? Hoe dan? Hoe heb je die gezien? In je pashokje als die spieren vier uit. Echt? Was hij wit dan? Ja, hij is heel wit. Had hij veel haast? Nee, maar ik een albino piemel. Albino? Wat zou je een albino? Had hij wel een eikel? Ja, geen schaamme. Die hebben ze ook niet albino. Toch? Wat? Een eikel. Een witte. Spierwit. Spierwit eikel. Dat is gek. Zal ik even een mop vertellen van tussendoor? Klein mopje. Een postbode gooit de brief in de bus. Zegt die buschauffeur, what the fuck moet ik hiermee? Dat is een leuk, jij hebt nog nooit gehoord. Nee. Fantastic mopje. Fantastic mopje. Credits naar Koen, daar heb ik hem van. Wat een leuk schieten, mopje. Jongens. Ja, maar niet met die bal. Ik sta niet met die bal. Wat een... Yes? Even snel in beeld. Ja, en je moet er ook niet voor staan als iemand schiet. Oh! Timo, je hebt maar 1 kans. Je moet eruit. Ja, helaas. Nee, voor de weg. Ja, hallo. Ja, kom. Dat kan wel, joh. Hoerenneuk door. Shit. Oh, sorry. Ja, deze is sterker. Lekker. Dat was zo slecht. 50 meter is erin. En dan dit. Oh, een rebound. Je mag 2 keer, hè. Oh, wat doe je? Oh. Dat kon niet. Oh. Dit is zo! Oh, wat een schat! Zal ik je nog een mop vertellen? Nog een klein mopje. Kom, nog een klein mopje. Eén klein mopje. Man loopt in het bos. Hij vindt de hond. De hond van niet. De hond vindt van niet. Kut. Degene die nu op de lat trapt, die krijgt een punt erbij, oké? Ja, is goed. Mooi, dan ga je twee. Ja, oké. Okay. Ja. Jongens, ik doe even 1 keer het lasje voor. Ja, doe het voor dat extra puntje. Als Mino nu de lat raakt, krijgt hij een extra punt. Nee, weet je, ik heb zo vertrouwen in Mino als hij het doet, dan krijgt hij 5 punten. Nee joh!
Ik zei 1 punt, zei ik. 1 puntje? Nee, 5 punten, zei je, lul! 1 puntje. Eentje? Eentje dan. Nou, we hoeven Matthijs nog even punten eraf schieten, want het is goed. Jij? Hey, je mag niet stil liggen, je mag hem maar één keer aanraken, Milo keeper. We gaan! Nee joh! Ja, Matthijs is punten eraf. Nee, die tellen we niet. Nee, Milo 10. Matthijs links. Nee, ik ben rechts. Oh. Daar is het zo. Maar waarom schiet je dan zo slecht? Lang maar veilig ben je nog veilig ben. Oh! Boom! Boom, who's fighting? Move fight. Nee! Ik heb boeg door! Ik denk alleen niet dat hij erop stond. Nee. Ja, keeper. Ja, twee keer. Schiet. Lekker aan. Wat kut hier? Je hebt drie keer. Hij staat er echt rechts. Oh. Oeh. Kom, snel. Dag je. Wacht. Geld dit. Dat zijn mooi als Matthijs op die bal af gaat staan. Even een terugblik bij de QB. Ja. Hoe kwam je nou, Matthijs? 18. Oh, ballenballetje. Ballenballetje hoor. Lekker. Oh. Je hebt toch dat als je telefoon kapot is, als hij in het water is gevallen, dat je hem in een bak met rijst legt? Huh? Weet je waarom je dat doet? Ja, dan komen Chinezen maken of zo. Hè? Ja, dan komen de Chinezen naar je telefoon s'avonds en dan maken ze. Ik heb dus gehoord dat dat helemaal niet waar is. Maar verstop jij je tanden ook nog wel in je kussen? Ik leg hem altijd in een Chinees restaurant in een bak met rijst. Oh, weet je, gaat hij dan nooit eens sneller gerepareerd? Nee, dat is gewoon de rijst weg. Oh. Doe het gewoon even. Wel mooi gegaan. Oh! Lag stil! Nee, lag niet stil. Niet stil, dat is echt stil. Nee, dat is het nog. Oh, dit is geld! Dit is bloedje geld. Hou hier op mij! Kletsnappen, Nick. Kletsnappen. Tryhard modus, jongens. Niet doen! Oh! Doe het! Twee keer raken. Kan het! Ja! Klasse! Boom, horse fighter! Rob nog 5. Ja! Geilballetje hoor. 4. Hup! Al lekker hoor. Zo! Boom! Ja, Mat! Ja! Ja, Mat, jammer zeg! Hup, sorry. Dan wordt hij genaaid hoor. Dan wordt hij genaaid. Ja, in! Die wil ik 2 halen. Ja, klein mopje dan even. Klein mopje? Hier nog een klein mopje? Daisy! Hij was wel op doel! Daarom klappen! Zo! Hey, dan zag de keeper er toch niet lekker uit! Hij stond de keeper niet goed gepositioneerd! De keeper ziet er wel lekker uit, Milo, maar... Ben je al af, Milo? Ja, hey, of zo! Ik wil 5! Mijn 5, want nu 2. Gaan we van het laag staan? Ja, dat is goed. Kan je nou helpen schieten? Ja, schiet hem even kapot, gewoon in één keer. In één beurt. Matthijs, ga maar naar achter staan. Ah, dit is een flow. Ja, oh, dat is een tempo erin. Matthijs, schiet op. Oh, wat is dit nou, joh? Dus we kunnen prima volleren, dit is perfect. Ja, dat is een kutbal. Oh, gelukkig ben ik echt koud. Ik heb zo'n gele woorden gezien. Kom maar hier. Oh! Wat een hit, Sam! Laten we eens niet stil liggen, dat zou ik echt... Ja, gast, als Rob 3 achter elkaar gaat schieten. Hij is boos. Oh my god. Poepie zelf fixen. Wat een bal. Jij het voor elkaar. Oh, pak die bal even. Hallo, iemand! Hallo! Hallo! Als jij gaat hoog houden... Ja, jawel. Snelheidsspel stopt nooit.
Net als Soes. Maar of was iemand meer geld bank krijgt. Zitten, bank zitten, ga maar op de bank zitten. Ah, we hebben alle drie de vier, dat is dus te spannend. Hoe kan Matthijs nog zoveel hebben? Die kan helemaal niks. Ik kan gewoon goed keepen. Ik zag hem net, jongens. Ging je erin? Daarom. Dat is de hoop dat we keepen. Hoeveel heb jij nog dan? Ik. Acht. Jezus. Hoort die vast. Laat even iemand anders schieten dan Matthijs. Ja, want niet twee keer. Dat is hoog houden. Laat gaan, laat gaan, laat gaan. De drie. Hij laf nog een rol. Ja, die grote speler. Ja. Dat is hoor maar. Fuck jullie! Hé, wij hebben die grote speler, toch? Slecht. Ja, oh! Hoe kunnen we dat nog even in de herhaling nog gezien? Die doet het daar niet meer! Nee, jongen! Kut, maar niet eens! Ja, Matthijs, schiet maar een keer mij, daarop gaat hij erin! Wordt echt steeds erger, hoor! Ben ik blij als het jongen straks in Spanje zit! Oh! What the heck! Dit is lekker, schiet maar thuis! Schiet het, schiet het! Flink over! Zo! Oh, ja. Oh, hij zat erin! Hij zat erin! Hij ja, zat erin! Hij zat er echt in, 100%! Zeker zat hij! Die zat er nooit! Maar ook heel over de lijn zijn! Die zat! Nee, die zat zeker! Die zat niet! Geel! Matthijs! Nee! Thijs! Thijs! Ja, nee, maar Thijs moet de winnende! Ja! Ja! Oh! Zo! Ja hoor! 5! Dit zijn schoten. 5? Trots is hè? Ik wil graag keeper! Hoppa! 4! Hij heeft nog maar 4, schiet hem kapot, hij verdient het op de... Ja! 3 of 2! En mensen, alleen daar vooral een klein likeje. Geen quick waar je gevoelens op wat mogen hebben. Racisme, oh wacht. Oké, mensen, wat er is net gebeurd. Het is altijd even een maatschappelijke boodschap, maatschappelijke taak aan ons. Blijf met je poten van andermans spullen af. Want als je op een voetbal zit en je sloopt het en ze worden boos, dan zegt de vereniging, we laten mensen niet meer voetballen. Dus dat is nu ook gebeurd, hele aardige man, dat wilde hij van ons uitgelegd en zo. Die zei, weet je wat, maak die video even af. En dan... Dus er wordt nu kontje gerost, kop of munt. Of jij mag schieten of Matthijs. Ja. Misschien 50 cent voor. Maar Matt had het meest, dus Matt mag schieten op ons alle vier. Ik weet alweer op wie ik ga wikken. Ah, ik schot al. Ah! Ik kan echt niks. Nee, oké. Okay. Wist je nou? Ja, oh nee. Poepie. Nee, poepie, nee. Like als je deze... Ah! Je raakt Matthijs gedaan. Hey. 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 Wat is dit? Weet ik veel. Hey, ik ben ook aan het kijken, nu even aan het dit op mensen, ik ben gewoon met... Zie je die shit? Ja, dat is wel leuk. Zo fucking handy. Doei! Wat leuk!